Maatschappijlid 2, hoofdstuk 5, het strafrecht. Wat is strafrecht? Het strafrecht kent verschillende uitgangspunten in Nederland. Het moet gaan om menselijk gedrag. Dieren kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden. Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Je spreekt dus altijd van een verdachte, nooit van een moordenaar op voorhand. Je hebt recht op een eerlijk proces. Je kunt maar één keer voor hetzelfde feit voor de rechter komen. Misdrijven kunnen verjaren. Er wordt gekeken of er sprake was van noodweer of overmacht. En er wordt gelet op je leeftijd. En tenslotte wordt er ook gekeken of je toerekeningsvatbaar was op het moment van het misdrijf. Een verdachte heeft een aantal rechten in Nederland. Ten eerste heb je het recht om te weten waarvan je verdacht wordt. Je hebt recht op een advocaat en kun je deze niet betalen, dan krijg je er gratis één toegewezen. Je hebt het recht om te zwijgen. Je mag maar beperkt worden vastgehouden. En als je het niet eens bent met de uitspraak, mag je in hoger beroep gaan. En je bent natuurlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het slachtoffer heeft in Nederland ook enkele rechten. Je mag jouw visie geven tijdens een rechtszaak, dus jij mag vertellen wat volgens jou is gebeurd. En je mag in Nederland een schadevergoeding eisen.